Waarschijnlijk ben je er nauwelijks bewust van hoe vol je hoofd zit met verwachtingen. Net als zoveel andere mensen. Je leeft nu in een prestatiemaatschappij waarin er veel van jou gevraagd wordt. En van kinds af aan leer je al om te voldoen aan verwachtingen. En je ouders, die hebben natuurlijk verwachtingen van jou. Die willen graag dat jij opgroeit als een verstandige volwassene. Het onderwijssysteem wil natuurlijk dat je zo hoog mogelijk presteert en dat je vooral blijft doorstuderen. Die vrienden, die willen graag dat je regelmatig met ze afspreekt en dat je contact met ze houdt. En je wil heel graag voldoen aan die verwachtingen, omdat je aardig gevonden wil worden. Je wil erbij horen, je wil gewaardeerd worden, je wil gezien worden. En dat geldt ook voor natuurlijk op social media. Het aantal likes, het aantal volgers, het aantal shares. Dat geeft jou een goed gevoel. En je wil natuurlijk ook op een bepaalde manier overkomen op social media. Maar het voldoen aan verwachtingen van anderen, dat beperkt jou. Als je daar vooral mee bezig bent om aan al die verwachtingen te voldoen, dan ben je dus heel hard bezig om je gedrag aan te passen aan zoals anderen jou graag zien. Of zoals anderen jou graag willen zien, zoals jij denkt dat anderen jou graag willen zien. En daarmee leg je jezelf druk op. Te veel voldoen aan die verwachtingen, dat brengt stress in je leven. En dat kan zelfs leiden tot perfectionisme, tot faalangst, depressiviteit, burn-out. En daarnaast heb je ook nog de verwachtingen die je zelf oplegt. De hoge en de lage verwachtingen voor jezelf. Onrealistische hoge verwachtingen zorgen voor onnodige teleurstelling. En te lage verwachtingen zorgen ervoor dat je gaat onderpresteren. Dat je juist uitdagingen gaat vermijden. Dat je daar enorm tegenop ziet omdat je denkt dat het je toch niet gaat lukken. En ook ik ken al die verwachtingen die in mijn hoofd maar geprogrammeerd waren. Waarvan ik eigenlijk dacht dat het heel normaal was en heel vanzelfsprekend was om daaraan te voldoen. Ik was me er nauwelijks van bewust, ik deed het gewoon. Maar eigenlijk had ik een veel te groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ik was altijd maar iemand die van alles organiseerde en van alles regelde en altijd maar ging zorgen voor een ander en een ander probeerde te helpen. Vaak ten koste van mijn eigen behoeften. En eigenlijk was ik heel gesloten. Ik was heel goed in geven en geven en geven. Maar in dienst zijn van een ander. Maar ik vond het heel lastig om zelf hulp te ontvangen. Er moest voor mij altijd weer een tegenprestatie tegenover staan. Ik stond niet open om werkelijk hulp van een ander te ontvangen. Ik vond dat ik het allemaal alleen moest doen. En ik was ook heel streng en hard naar mezelf. Ik was best wel perfectionistisch. En als iemand dan mij goed bedoelde feedback gaf, dan voelde ik me aangevallen. Ik voelde dat ik gefaald had. En dat, ik beleefde met die patronen doorgaan totdat mijn lichaam op een gegeven moment aan de handrem trok. Fysiek kreeg ik gezondheidsklachten, ik kreeg last van eczeem en nog andere gezondheidsklachten, allerlei vage signalen waar de huisarts mij geen werkelijke oorzaak aan kon geven. Emotioneel, ik was heel emotioneel, ik had af en toe echt een heel kort lontje, heel veel boosheid kwam me naar boven.
En ook heb ik heel veel tranen gelaten. Mentaal ook. Ik voelde me zwak omdat ik zo emotioneel was. Ik begreep het allemaal niet. Mankeert er iets aan mij? Hoe kan mij dit nou gebeuren? Ik ben toch een hele zelfstandige, krachtige jonge vrouw. En totdat ik uiteindelijk toch ondersteuning heb gezocht. Heel veel jaren in coaching en in training en in workshops. En waarin ik vooral geleerd heb de kwaliteit met mezelf. De kwaliteit van de relatie met mezelf te verbeteren. Dat was voor mij het allerbelangrijkste. Dus in plaats van dat ik ging voldoen aan een plaatje waarvan ik dacht dat de buitenwereld dat van mij verlangde, ging ik dus met mijn aandacht naar binnen. En mocht ik eerlijk naar mezelf gaan kijken, mezelf diep in de ogen aankijken. En dat vraagt om moed. Omdat je ook wel geraakt wordt door de momenten dat je ziet dat je jezelf in de steek laat. Omdat je niet trouw bent aan jezelf, om maar te voldoen aan een bepaald plaatje. Dus ik heb veel meer geleerd vanuit zachtheid en vanuit mijn gevoel van wat voor mij klopt te gaan handelen. Ook naar verwachtingen toe. Klopt zo'n verwachting voor mij? Voelt dat goed of voelt dat niet goed? En dat is een proces. Een prachtig proces, kan ik zeggen. En daardoor heb ik ook geleerd dus om op een gezonde manier te presteren. Op een gezonde manier te groeien. En dat is wat ik jou ook gun. En met Examenboost leer je jezelf begrijpen. En leer je jezelf op een gezonde manier te begeleiden. En zodat jij jezelf in een optimale conditie kan brengen. Fysiek, emotioneel, mentaal en ook spiritueel. En daardoor groeit jouw zelfvertrouwen. Je gaat meer geloven in jezelf. Je voelt je stabieler in jezelf. En daarmee durf je ook makkelijker uitdagingen aan. Zie je uitdagingen ook als kansen om te groeien. Je bent dus ook flexibeler. En je ervaart veel meer rust in jezelf. En die onbewuste, ongezonde verwachtingspatronen, die leer je dus stapsgewijs met theoretische uitleg en met meditaties, leer je die in jezelf te herkennen. En je leert ze te accepteren van jezelf en daardoor dus ook vrij te laten, te transformeren. Zodat je meer vanuit jezelf gaat leven, trouw bent aan jezelf. Vanuit daar ontstaat zelfvertrouwen, vanuit daar ontstaat zelfwaardering. Alles begint van binnenuit bij jou. En alles waar je naar verlangt, zelfliefde, zelfwaardering, zelfvertrouwen, zelfacceptatie, zelfrespect, begint allemaal van binnen. Ik weet dat er zoveel meer kracht, zoveel meer innerlijke kracht en zoveel meer mogelijkheden in jou zitten dan dat je nu realiseert. En dat is wat ik je graag wil, waarmee ik je graag wil inspireren. De komende 5 maanden nog, naar je examen toe. En zeker ook in de volgende stappen die je gaat maken in je carrière. Alle informatie over Examenboost 2023 vind je onder dit filmpje. En ik dank je voor je tijd en ik dank je voor je energie.